Woon je in Bladel en ben je 55-plusser? Dan kon je op vrijdag 24 juni naar een gezellig feestje. Seniorenmiddag Bladella Grijs. Voetbalclub Bladella vergat ook deze groep niet bij haar activiteiten in het kader van het 100-jarig bestaan. Onder het genot van een natje en een droogje zorgden optredens van het Kempische Seniorenorkest, Jan Smets, de muziekgroep Taxi en DJ Johnny D voor veel gezelligheid. De muzika, er is heel veel muziek vanmiddag, heel veel muziek. En dan is het natuurlijk ook een terechte keuze dat ze men gevraagd hebben om deze te presenteren. Omdat er niemand meer, bijna niemand in de zaal is die meer verstand heeft van muziek dan ik zelf. Bestaat nu 100 jaren met een historie die niet is te evenaren, beheersen ze een eeuw lang al het voetbalveld. Hun imposante geschiedenis vertelt van kampioenschappen in overvloed en verwarmt het blauw-witte bloed van de oude en de jonge sportievelingen. Dit jaar veelvuldig al bezongen. Zo staat de voetbalclub in Blaal bekend. In de ruist van de Kempen noemen ze de Blaalse Wend.